noem het de grote mensentafel, toch? Ja, ja, de grote socioloog, de grote columnist, de grote jurist. Ja, ja, ja. En de grote schrijver. Zo is het. Nou, het is ook een grote tafel, dus dat klopt. Ja. We gaan dus praten met Tamar de Waal, jurist, filosoof, gespecialiseerd inburgering en integratie. Je bent voorzitter van Stichting Civic, dat zich inzet voor beter inburgeringsbeleid. We hebben Lotfi El Hamidi, columnist bij NRC, plaatsvervangend chef opinie. Ook bij NRC. Fijn dat je er bent. En we hebben Jan-Willem Duivendak, hoogleraar sociologie aan de UvA. En daar ga ik het even bij laten. Dan hebben we je neergezet. We gaan in dit stuk hebben over, oké, hoe kunnen we nou die strijd om dat Nederlanderschap, die uit het boek blijkt, wat zien we erin gebeuren en hoe kunnen we daarin verder? En Kisa gebruikt dus de metafoor van een huis. En een huis heeft dus een raam, zoals ik al zei, waarin je mensen naar binnen kijkt. Je hebt het scherm waarop de verhalen verteld worden en de tafel waar collectieve besluitvorming plaatsvindt. En daarbinnen hebben we allerlei kamers. Misschien Jan-Willem Duivendak, om met jou te beginnen. Je hebt het boek gelezen en die metafoor staat centraal. Wat vind je van die metafoor? Helpt die ons om het te begrijpen? Laat ik beginnen met te zeggen dat het een prachtig boek is. Ik hoef niet te zeggen dat iedereen het moet lezen. Maar het is een heel erg mooi boek. De eerste helft ook. Gaan we nu niet meer over hebben. Maar was ik erg van onder de indruk, moet ik zeggen. Ik weet niet zo zeker of dat beeld van het huis... ik weet het echt niet. Dus ik heb er heel erg hard over na te denken. Want ja, zoals je al zei, bestudeer ik al enige jaren het fenomeen thuis en thuis voelen. En wie zich waar mag thuis voelen. En... het probleem van het beeld van een huis is dat mensen zich thuis willen voelen. Dus huis en thuis zitten enorm aan elkaar vast. En de vraag is, als je dat beeld van een huis voor Nederland neerzet, dan lijkt het wel alsof burgers van Nederland, hè, want het gaat over de politieke gemeenschap, alsof die zich met elkaar thuis moeten voelen. Maar zoals je al aangeeft, dat lukt van geen meter. Je hebt, zeg maar, mensen die zichzelf oorspronkelijke Nederlanders denken. Die zijn heel erg boos, want die voelen zich vreemdeling in eigen land. Maar die migrantenjongeren voelen zich ook vreemdeling in eigen land, want die zijn hier ook gewoon geboren en getogen. En ze moeten wat met elkaar, maar vraag alsjeblieft niet dat ze zich bij elkaar moeten gaan thuis voelen. Want dat is veel te hoog gegrepen. Nou, dat bespreek je eigenlijk ook in je boek. Dus ik ben een beetje verward waarom je dan toch aan dat huis vasthoudt. Want ja, de dingen die je noemt, de tafel en dat raam, dat kunnen we ook wel elders kwijt. Dus ik vraag me af of die metafoor ons eigenlijk niet in de weg zit. Mag ik daarop antwoorden? Zeker, ja. Nou, Willem heeft mij gewaarschuwd dat hij mij vragen zou stellen. Dus ik was voorbereid. Ja, het is een literaire exercitie. Het ook een vorm van vrijheid. Want ik herken inderdaad ook een begrip als oikomania, zoals je dat noemt. Dat obsessieve invulling van een samenleving als een thuis. Maar ik zie het ook als een krachtig instrument om dat terug te claimen. Omdat het verhuizelijking van Nederland komt vaker van mensen die niet op mij lijken. En ik probeer na om te denken door dat metafoor juist terug te claimen. En na te denken hoe, als Henk en Ingrid, als Nederland ingericht moet worden om Henk en Ingrid thuis te laten maken, ja, hoe zou dat zijn voor Sofiane en Fatia? Dat is voor mij ook de centrale vraag. Dat is ook spelen met de metafoor, ja, als een vorm van, als een emancipatoire, ja, actie. Ik wil het rondje even openen. Lotfi El Hamidi, je hebt het boek ook gelezen. Ja. Als jij kijkt naar de publieke ruimte die Kisa beschrijft en hoe we erin eigenlijk naar een plek willen... Eigenlijk Nederlanderschap omschrijf jij als de wil om met elkaar ook in verbinding te staan en aan een toekomst te werken. Hè? Dat je je verbonden voelt met elkaar. Je hebt een prachtige podcast ook gemaakt, hè? Generatie 9-11 met Wafa El Ali. Mm-hmm. Als jij zou moeten zeggen, ook wat Jan-Willem zegt, het begrip thuis, hoe belangrijk het is, waar staan we dan nu voor? Ik vond het wel ontroerend eigenlijk, vooral als het gaat over die binnenkamer, schrijft Kisa uitvoerig. En ik werd ermee geconfronteerd omdat Kisa eigenlijk, ik ben hier 35 jaar geleden geboren en getogen, ik ben hier opgegroeid. Delfshaven toch? Delfshaven, ja. Hij kent de Nederlander beter dan ik. Ik heb die binnenkamer nooit gezien, namelijk. Dus hij heeft het over Sinterklaasfeestjes, die vreselijke krimverjaardagen, volgens mij. Heb ik me laten vertellen. Mm-hmm. Kroeggesprekken en zo. Dat is totaal niet mijn referentiekader. Hè? Mm-hmm. Mijn referentiekader was de moskee, de shisha lounge, schapen in de douche tijdens offerfeest. Weet je wel? En ik zat te lezen en ik denk bij mezelf van...
hoezo is Kiza dan geen Nederlander? En ik raakte een beetje verward dus met die metafoor van ja, binnenkamer. Dus ik had het idee dat ik van taal van bed gescheiden was van Nederland, weet je wel. Ja. Maar tegelijkertijd, dat is ook iets. Hè, de gesprekken die jij met Wafa hebt in de podcast, zijn ook dat jullie op hetzelfde moment rond 9-11 opeens onderdeel worden van een groter debat als moslimgemeenschap. Opeens staat alles, alle vaste grond is aan het verschuiven. En toch hebben jullie zo'n verschillende ervaring van de gemeenschap waar je in zit. En ook wie er wel vervreemd van Nederland en wie niet. Als jij dan Jan-Willem Duivelak over het woord thuis hoort, vind je dat belangrijk dat we naar een thuisgevoel werken? Voor mezelf? Niet echt, eerlijk gezegd. Wat vind je wel belangrijk? Erkenning, denk ik. Weet je, voor mij hoeft iedereen elkaar niet aardig te vinden. Ik zit ook niet te wachten op, weet je wel, dat iedereen hetzelfde denkt over de hete hangijzers, zo te speak. Ik verwacht ook niet dat iedereen uiteindelijk de niet-zwarte Piet omarmt. Hoeft ook niet, weet je wel. Maar op zijn minst verwacht ik wel dat er ruimte is. Het is een vreselijk cliché, maar om toch te zijn wie je wil zijn, weet je wel. En het is gewoon een leugen uiteindelijk. Dat wordt vaak door politici gezegd. Hè. In Nederland moet je kunnen zijn wie je wil zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Want zij stellen zelf een aantal eisen waardoor je niet kunt zijn wie je wil zijn. Ja. En dat is de reden waarom ik... En kijk, die podcast heet Generatie 9-11. En dat was echt een botsing. Hè? Dat was geen kennismaking of dat was ook geen poging om een thuis te vormen. Maar het was gewoon een botsing. En ik heb het idee dat, dat we nog steeds niet hersteld zijn van die botsing. En nou ja, we doen maar wat, heb ik het idee. En weet je... Kijk, ik ben een beetje een chauvinist. Hè. Ik heb dat voor Rotterdam en zo. En, vooral in Amsterdam ga ik er heel goed op. Maar er was een keer een onderzoek. Ik weet niet meer welk onderzoek het was. Waarschijnlijk een universitair onderzoek. En ze vroegen jongeren in de grote steden vragen zoals van... voel je je Nederlander? Of zou je jezelf Nederlander noemen? Dan zeiden ze nee. Maar voel je Rotterdammer of Amsterdammer of Hagenees? Dan zeiden ze ja. Compleet, best wel bizar eigenlijk, want steden liggen gewoon in Nederland. En toen dacht ik wel bij mezelf van ja, dat is misschien wel de toekomst. Dat je gewoon een soort regionaal, grootstedelijk identiteit hebt en dat je daarmee moet doen. En ik denk dat dat ook wel misschien het hoogst haalbare is voor heel veel mensen. Ja. Tamar, we hebben eigenlijk twee mensen gehoord dan die het boek hebben gelezen van Kiza en zeggen, heel mooi boek, fantastisch geschreven, maar misschien leg je de hoop te hoog. Want jij zegt eigenlijk, misschien is zo'n soort regionale identificatie het hoogst haalbare. Jan-Willem Duivendak zegt, misschien moeten we niet streven naar een thuisgevoel. Hoe heb jij dat boek gelezen? Nou, ik vond het ook een heel mooi boek. En ik vind ook wat je net zei, dat het een emancipator ideaal is om die metafoor van het huis terug te claimen. Dat vind ik ook alweer heel raak, dus daar ga ik ook alweer over nadenken. Ik doe dus onderzoek naar het inburgeringsbeleid. En dat is wat mensen moeten doen als ze nu arriveren. Een aantal examens halen, een heel traject inkiezen. Hij heeft dat niet gedaan omdat je naar de middelbare school ging. En als je dan eindexamen haalt, dan is dat ook de inburgering. En ik heb ook een aarzeling bij de metafoor van het huis. Omdat ik ook bij de inburgering zie dat er een idee van gastvrijheid wordt aangewakkerd bij de mensen die ontvangen. Zo gezegd. En gastvrijheid is iets van, nou, je mag er wel bij, maar het moet wel gezellig blijven. Je mag het feestje niet verstoren. Nee, en je mag ook niet meepraten over hoe de inrichting is. Nou, dat is ook iets over het schilderij in de gang. Dat heb jij ook wel eens teruggekregen. Ja. En dat idee van gastvrijheid en ook het moet wel gezellig blijven, dat kan echt generaties lang toch mensen teruggeworpen worden. Dus mensen die inderdaad over Zwarte Piet, ook een van de centrale discussies die in het boek naar voren komen. Dat zijn mensen die zijn generaties in Nederland. Ik bedoel, Limburg is minder lang bij Nederland dan sommige mensen met Surinaamse roots. Dus het is ook een bizar idee dat daar een idee is van, waarom praat u mee over ons nationale feest? Maar dat idee van, en ook dat woord inburgeren, dus ook iets dat ik dus ontleed, dat is toch ook het idee van, nou, wij zijn al burgers. En dan komen er mensen als niet ingeburgerd binnen. Die gaan een soort van persoonlijk traject door. Die geven wij een stempel.
Maar ook dat idee dat iemand ingeburgerd is, kan weer teruggetrokken worden. Want als je toch demonstreert voor een autoritaire leider in het buitenland, ja, dan is het toch niet helemaal gelukt met die inburgering. Dus ik zou misschien willen dat dat idee van gastvrijheid juist wat meer wordt getemperd. En misschien door de metafoor van het huis ook te temperen, is dat misschien een mooie bijvangst. Ja, ja. Want ik heb het idee, Kisa, als wij nu in therapie zouden gaan met z'n allen als heel Nederland, dan zullen er onuitgesproken vragen meer bij sommige mensen dan bij anderen liggen. Bijvoorbeeld het woord loyaliteit hebben we nog niet genoemd, maar hè, de situatie rond de Turkse coup, dat was duidelijk ook een loyaliteitsvraag. Er werd aan mensen gevraagd, ben jij een Nederlander of ben jij eigenlijk een Turk? Ik vind dat de meest giftige term trouwens, hoor. Loyaliteit. Ja, dat op een gegeven moment. Kijk, die doelpalen verschuiven steeds, hè? Mm-hmm. Dus het is op een gegeven moment niet meer genoeg dat je meedoet, participeert, diploma's haalt en werkt en zo. Nee, dan moet je opeens een soort loyaliteitsverklaring ondertekenen. Ja. Ja. En dat wordt een soort ritueel. Eerst is het van, je moet kiezen tussen paspoorten. Ja. Nou ja, bij mij is het heel snel van, ja, ik kan niet kiezen, want dat kan gewoon niet, technisch gezien. Ja. In mijn geval, of in het Marokkaans geval. Maar dan is het, ja, is het de grondwet of de Koran? Weet je, van zulke vraagstukken. En dan denk ik bij mezelf van, dit kun je niet winnen. En dat voedt wel het wantrouwen en het gevoel dat je er eigenlijk nooit echt bij hoort. En er is een passage in het boek waar Kisa dan in Barneveld is met een workshop. En dat die lokale jongeren daar onderwijst bijna. En wat mij trof is dat Kisa dan nog wel acceptabel was. Maar Marokkanen, dat was echt. Terwijl ze hebben nog nooit een Marokkaan in hun leven gezien. Maar Marokkanen, dat was echt. Dat was het ergste wat er was. Yeah. En ik dacht bij mezelf van, we zijn er al een halve eeuw. En dan nog steeds wordt er zo gesproken. En dat voelt wel. Nou ja, in die zin word ik dan die cynische biculturele Nederlander waar Kisa het dan over heeft. Ja. 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 Maar hoe kunnen we dan wel dat op een goede manier dat we daarin verder komen? Want eigenlijk hoor ik vooral, we moeten dingen uit de discussie halen. Ik ben het er mee eens dat het vragen van loyaliteit als onderdeel van dat burgerschap steeds meer emotioneel gedefinieerd wordt. En steeds minder in termen van allerlei formele rechten en zo, maar steeds meer. Je moet echt tonen dat je van Nederland houdt. Dat is niet de weg waar we naartoe moeten. Tegelijkertijd kan burgerschap niet helemaal zonder emoties. Dus het is niet een eenvoudige antwoord van laat die emoties nou maar zitten. Het feit dat de meeste mensen in Nederland fatsoenlijk belasting betalen, dat is het voorbeeld wat ik altijd bij mijn studenten geef, is toch een teken van dat mensen zich op elkaar betrokken voelen. En op het moment dat het een samenleving is met enorm veel wantrouwen naar elkaar, gaan mensen ook minder snel belasting betalen. Dus je moet een zekere idee hebben van een collectief lot. Dat je voor elkaar in moet staan. Maar dan begin ik te stotteren. Want wat zijn dan de goede werkwoorden die niet te veel eisend zijn? Dus niet dat je bij elkaar thuis moet voelen, want dat is verschrikkelijk ingewikkeld. Mm. Maar je moet wel iets voor elkaar voelen. Of je moet met elkaar iets voelen. Of je moet met elkaar voor iets juichen. Maar het onderzoek van jou waar je al naar verwijst, van niet je zo blind staren op dat je per se alles in termen van Nederlanderschap moet doen. Mm-hmm. Maar veel meer ook aan andere identificaties denken, dat lijkt me een goede weg. Misschien zelfs, ik weet niet of ik dat hier moet zeggen, maar minder in termen van Nederlanderschap. We hebben net een onderzoek afgerond en daarin hebben we eerst geanalyseerd hoe radicaal rechtse partijen en centrumpartijen steeds meer wat voor discussie we ook hebben in termen van Nederlanderschap gaan voeren. Maar je ziet nu ook dat deed de SP al een tijdje, maar Klaver doet het ook steeds vaker. Die valt andere partijen aan en dan zegt hij, ja, dat is eigenlijk on-Hollands. Mm-hmm. Dus je krijgt alleen nog maar een debat over wat dan Nederlanderschap is. Nou, dat debat hebben we nu 20 jaar. Daar zijn we niets mee opgeschoten. Ja. Dus als we in therapie gaan, stel ik voor dat we die vraag niet centraal stellen. Ja, dit is heel fascinerend. Ik ben sowieso in mijn werk even op een abstract niveau sceptisch over de nazistaat. Wat mij betreft mag die in de prullenbak, omdat het een Europese constructie is. Maar in dit boek probeer ik juist te spelen met het Nederlanderschap, omdat plat gezegd, een referentiekader is waar heel veel mensen met nu eenmaal te dealen hebben. Dus ik zie het wel als een opdracht, ook voor
Ja, mensen die heel sceptisch zijn over de emotionalisering van burgerschap. Ik denk dat het echt een opdracht is om echt dat terug te claimen van extreem rechts. Baudet heeft niet een monopolie op Nederlanderschap. Dus en in die zin snap ik waar partijen zoals de PvdA vandaan kwamen met zoiets als een participatieverklaring. Maar het risico is dat je valt in dat emotionalisering proces. Dus de vraag is dan, ja, hoe zou jij dan dat collectieve lot, dat lotverbondenheid? En ook de diversiteit is ook een realiteit. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. We zijn niet hetzelfde. Sommige mensen hebben ook, net als ik, een emotionele relatie met Congo en andere met Turkije. Dat is een realiteit. Ja. Voor mijn gevoel zou Nederlanderschap ons moeten verbinden, ondanks al die verschillen. En hoe geef je daar invulling aan? Tamar? Nou ja, ik zou het ook zoeken in dat het uiteindelijk gaat om een bepaald ideaal. Zo'n normatief ideaal. Dus ik vind ook zeker dat bijvoorbeeld in onderwijs er best lessen burgerschap gegeven kunnen worden van hoe werkt de rechtsstaat, wat zijn de normatieve uitgangspunten van een democratie. Maar dat is dus niet een soort van vereiste waar je aan zou moeten voldoen en een soort van eis waar je onder zou kunnen vallen en dat je dan een gefaalde burger bent. Maar wel dat er een bepaald soort ideaal is waartoe je je toe kan verhouden. Ja. En ik denk dat het ook bijvoorbeeld een vorm is dat het aan Nederland gelinkt kan worden. Dat moet niet een soort van idealisering van Nederland zijn, waarbij je dan ook vaak een beetje moet gaan verzwijgen wat er allemaal in het verleden is gebeurd. Maar ik heb moeite dit concreet te krijgen. Nou ja, als je bijvoorbeeld een waarde als gelijkheid of vrijheid centraal stelt van een land als Nederland, dat willen wij zijn, ja. Dan is dat iets waar je heel erg over kunt spreken. En ook dat hoef je ook helemaal niet per se uitsluitend te linken aan Nederland. Maar eigenlijk zeg je dan, dan moet je misschien niet de discussie voeren, Nederlanderschap gaat over gelijkheid en broederschap, maar je moet het hebben over wat vinden we dan gelijkheid. En dan kan daar iets uitkomen wat ons bindt, in plaats van dat je het via Nederlanderschap invult. Maar dit is dus, ja, sorry. En dan ook inderdaad niet dat je op het moment dat iemand misschien vrijheid niet steunt, wat op verschillende manieren gebeurt, ook al in de discussie hier in de Bijbelbelt, maar ook in bepaalde andere gemeenschappen en groepen, dan moet je ook wel erkennen natuurlijk, maar dat betekent niet dat er dan zeg maar het sociale relatie van zo iemand met Nederland, met burgerschap, daarmee verminderd is. Maar misschien toch, Lotfi, om het even concreet te maken, Mikael, die zei er al iets over de rol van de media hierin, want eigenlijk als we het hebben over een goed gesprek met elkaar, dan wordt dat gesprek natuurlijk veel onze huiskamers ingeslingerd door de televisie, door de media, door social media, ook in toenemende mate. Als plaatsvervangend chef opinie bij NRC. Hoe vind jij dat? Kijk, in die ruimte komen allerlei stukken. Dat zijn meningen van mensen. Ja. En de een voelt zich daardoor aangevallen, de ander voelt zich daardoor uitgesloten. En tegelijkertijd het grotere doel, tenminste, van een opiniesectie lijkt mij om verscheidenheid te laten zien en daarin verder te komen. Hoe kijk jij daarnaar? Want dat is natuurlijk iets waardoor de angel vaak erin blijft zitten. Nou ja, we hebben natuurlijk 20 jaar lang enigszins een problematische ervaring gehad met de media in allerlei vormen. Het waren vaak usual suspects die werden uitgenodigd of die een plekje kregen in de krant, die een onderbuik mochten legen of in ieder geval een ei kwijt konden. Waardoor er toch wel bij heel veel mensen het idee ontstond dat de media niet op zoek was eigenlijk naar gewone mensen. Mm. Bij een eerdere tafel ging het over de gewone Nederlander. Yeah. De gewone allochtoon, om dan toch die vreselijke term te gebruiken, die werd nooit gezocht en daardoor ook nooit gevonden. Maar die was er wel. En die had toch het idee van, als dit het niveau is, als die drempel zo laag ligt, dan ga ik ook niet gauw meedoen met dat gesprek. En ik denk dat je 20 jaar lang mensen hebt gehad die bewust dus gewoon niet hebben meegedaan aan al die tafels of aan uitnodigingen om mee te doen. En dat hoor ik gewoon direct van mensen. Nu pas mondjesmaat zie je toch wel dat ze hun positie claimen, of in ieder geval dat ze een plekje willen aan tafel. Maar daar ging het eigenlijk bij tafel hiervoor. Maar ze willen eigenlijk helemaal niet over identiteit praten. Dat is wat me ook opviel. Maar het idee is dat we het constant over identiteit hebben. Ja, maar daar willen ze helemaal niet over praten. Ze willen over sociale huurwoningen praten. Ja. Ze willen over sociale ongelijkheid praten. Ze willen over klimaat praten. Ook over hele saaie dingen willen ze praten, weet je wel. Zoals ik al zei, gewone mensen. Maar daar worden ze niet voor uitgenodigd. En
Nou ja, dat moet in ieder geval wel veranderen. Wil je een volwassen gesprek hebben tussen mensen? Jan-Willem? Ja, het rare is eigenlijk dat zij natuurlijk wel voortdurend het verwijt krijgen dat ze aan identiteitspolitiek doen. Mm-hmm. En dat krijgen de anti-Zwarte Piet demonstranten. Ja. En dat krijgen heel veel tweede generatie Turkse Marokkaanse Nederlanders. Terwijl wat je volgens mij terecht constateert is dat eigenlijk vooral de meerderheid aan identiteitspolitiek doet. En als de anderen dan al welkom zijn, moeten ze meedoen als de zwarte Nederlander. Of als, ja, als het dan Nederlander is, maar als de zwarte andere. Ik denk dat als we in therapie gaan, en dat klinkt zelfbeschuldigend, maar zo bedoel ik het ook, dat er dus vooral in therapie gegaan moet worden met witte Nederlanders. Omdat er is toch een zekere obsessie met het idee dat Nederlanderschap wit is. Dus ik ben het ermee eens, wit Nederland moet daarover met zichzelf in gesprek om daar afscheid van te nemen. Want het grootste, de omvattende vorm van identiteitspolitiek is het feit dat heel veel mensen in Nederland nog steeds Nederlanderschap met witheid associëren of zelf willen monopoliseren. En daarom nog steeds na 50 jaar Nederlandse Marokkanen en Turken vooral als Turken en Marokkanen worden gezien. En dus ik vind het geweldig dat jij met onze therapie wil. Maar als de therapeut. Het zou wel een soort zelftherapie moeten zijn. Als de therapeut, ja, heel goed. Ja. Maar maar ik moet ook zeggen dat er echt dagen zijn, soms wel weken, dat de witte Nederlander helemaal niet in mij opkomt. Heerlijk. Dat ik totaal niet aan hem denk. Nee, echt. Dat ik in omgevingen begeef waar de witte Nederlander geen dan moet hij echt aan wennen, maar waar geen onderwerp van gesprek is. Maar dan toch, omdat die opiniesectie is toch een interessante plek, denk ik. Tenminste, ik hoop dat jij hem ook interessant vindt, want je werkt er. Maar dat is toch een interessante plek, omdat daar die relatie tussen meerderheid en minderheid komt daar samen. En je zegt zelf, ik moet vaak op zoek, omdat die groep die heeft zich jarenlang niet gehoord. Dus ik denk, waarom zou ik hier aan meedoen? Maar tegelijkertijd zie je daar constant thema's als de angst om iets te verliezen in een Nederland dat verandert. De angst dat andere mensen een plek opeisen. De wens om een plek op te eisen. Soms ook gewoon de eis dat je mee mag praten. NRC Handelsblad is ook wel een niche krant. Dus we plaatsen inderdaad hele hoogdravende en goed onderbouwde stukken over identiteit en noem maar op. Maar dat is uiteindelijk niet representatief voor Nederland. Ja, het is niet de sloophamer, weet je wel. Die uiteindelijk, kijk, we hebben 20 jaar geleden natuurlijk een vreselijke sloophamer in NRC gehad met Paul Scheffer, met zijn multicultureel drama. Mm-hmm. Dat hebben we vorig jaar trouwens helemaal daarmee hebben we afgerekend, vond ik. Mm-hmm. En ik moet zeggen, nu we het toch over therapie hebben en zo, ik ben helemaal niet bezig met therapie. Ik heb het idee, gevoel, ook met die podcast met 9/11, en ik hoop ook binnenkort met een boek, dat ik bezig ben met een afrekening, eigenlijk. 20 jaar is er op mij gebeukt en nu is het mijn beurt. In die positie bevind ik mij, heb ik het gevoel en het idee. En het bevalt me wel. Ja. En hoe luister je dan naar Kiza die aan het begin toch ook wel vertelde dat hij worstelt met, dat je toch ook de empathie hebt voor de PVV-kiezer die angst heeft om iets te verliezen in Nederland en kan, hoe zeg je dat, zich verhouden tot dat gevoel. Terwijl jij zegt aan de andere kant, ik ben ook blij dat ik nu de kans heb om er op te beuken een keer eindelijk. Ja, nou, je hebt hem te referentiekader te maken, hè, zoals ik dat beschrijf. Ja. Nou ja, kijk, precies, zeker. Nee, zeker, maar toch. Nee, ik heb ook, weet je, die PVV kan mij gestolen worden. Die staat ook niet op mijn radar. Nee. Die heeft issues, overduidelijk, weet je wel. Ja. Vind je het een morele opdracht om samen met de PVV-stemmer samen eruit te komen, omdat je samen Nederlanderschap deelt? Want dat is een van de centrale vragen die ik heb. Ik heb het gevoel van verman jezelf. Ja, sorry. Weet je, kijk, decennia lang hebben wij ons moeten verhouden tot Nederland. Ja, nu mogen jullie dat even doen, weet je wel. En dan dat geklaag altijd van ik herken mijn eigen land niet meer en zo. Denk dat mijn vader nog zijn eigen land herkent of de stad herkent waar hij terecht kwam toen hij hier kwam werken. Maar eigenlijk zeg je doe volwassen. Eigenlijk wel. Ja, oké. Okay. Ja. Tot slot misschien, en dan ben ik ook benieuwd naar vragen uit de zaal of mensen die graag meedoen aan de therapiesessie of therapeut willen zijn daarin. een van de dingen die
wel misschien... Tenminste, ik moest eraan denken dat als je kijkt naar de manier waarop wij inburgering vormgeven, de manier waarop wij omgaan met mensen die hier naartoe komen. Ik moest heel erg denken dat het systeem is best wel gebaseerd op wantrouwen. Namelijk, ben jij wel op de goede manier hier bezig nu en kun jij echt een aanwinst zijn voor Nederland? En dat is wel iets wat natuurlijk terugkomt op andere plekken ook. Ik bedoel, wantrouwen, ik hoef niet het woord toeslagen te noemen, maar het afgelopen jaar, we zien dat Nederland een soort gestold wantrouwen heeft. Hoe kunnen we nou dit gesprek, die wens van Kiza, dat ik dan toch nog even jouw wens op tafel probeer te leggen, hoe kunnen we dat ombuigen naar een situatie waarin we wel die connectie willen maken om samen te werken aan een toekomst? Of zeg je misschien, en dan kom ik bij Lotfi zo meteen, misschien moeten we ook niet continu willen samenwerken, maar moeten andere mensen zich ook gewoon een beetje vermannen en zijn de verhoudingen veranderd? Begin ik bij jou. Nou, ik ben heel benieuwd naar de afrekening en het boek van Lotfi. Dat wil ik allereerst zeggen. Maar ik denk dat misschien een deel van de oplossing wel is om inderdaad te laten zien dat veel problemen waar mensen met een migratieachtergrond of inburgeraars, om het woord te gebruiken, dus mensen die bezig zijn met het traject, waar die mee kampen, dat eigenlijk veel bredere problemen zijn waar veel meer groepen in de samenleving mee kampen. Dus je hebt niet, misschien is alweer 2 jaar geleden, maar een mooi rapport gehad van de WER. En de titel was Weten is nog geen doen. En dat ging over dat het verhouden tot de overheid is steeds meer gedigitiseerd. Dus je moet met apps en je moet inloggen en je moet allemaal. Ja, en ook die toeslagenaffaire. Het is allemaal ingewikkeld, formuleren. En nou, veel mensen hebben daar moeite mee. En de zelfredzaamheid, dan is dat een beetje het toverwoord en de beleidsterm wordt. Maar dat is in ieder geval op heel veel beleidsterreinen van heel veel Nederlanders wordt die totaal overschat. En dat heeft helemaal niks te maken met of je misschien ergens anders vandaan komt of niet, of je ouders of wie dan ook. Ja. Dus om dat soort problematiek in bredere termen te vatten en te laten zien van dit is dus niet dat aantoont dat deze persoon niet geïntegreerd is en het huis Nederland uitgezet zou moeten worden, al is het maar symbolisch. Mm-hmm. Maar dat het gewoon een gedeeld probleem is, dat hoort bij de huidige tijd. Rotterdam is inderdaad ontzettend veranderd in de afgelopen 60 jaar voor iedereen. Dat zou misschien meer gemeenschappelijke taal kunnen zijn. Ja. Maar een deel van de oplossing, want ik denk ook een deel dat het toch ook gewoon racisme is. Dat is op zichzelf staand probleem. Ja. Ja. Maar als we het rondje afmaken, Jan-Willem? Ik denk dat de vraag is hoe groot is dan de opdracht? Dus hoe slecht staan we ervoor, hoe goed staan we ervoor? En ik ben ook wel eens moedeloos, maar in die end denk ik eigenlijk dat de problemen ook te groot worden voorgesteld. Alsof we zo verschillend zouden zijn en alsof migranten niet op den duur in grote meerderheid toch behoorlijk assimileren. Mm. De vraag is of je dat normatief goed vindt, heb ik het even niet over. Maar feitelijk is het zo dat de meeste migranten die hier 50 jaar geleden gekomen zijn en hun kinderen op alle mogelijke onderdelen veel Nederlandser scoren. Daar ging het net al even over dan bijvoorbeeld de nu al vaak genoemde Bijbelbelt. Dus wat dat betreft is de opdracht minder groot. En vind ik het zelf wel belangrijk om minder de taal van diversiteit steeds te praten, alsof de verschillen zo groot geworden zijn. Ik zie wat je zegt over Congo en Nederland. Maar 40 jaar geleden was de afstand tussen Limburg en Amsterdam ook ongeveer, iets langer geleden, maar ook ongeveer zo groot. Of toen de Limburgers en de Brabanders in Rotterdam-Zuid kwamen wonen, dat was ook een totaal andere wereld. Kijk, we hebben geen historische afstandsmeter, dus we weten niet hoe mensen zich vroeger mentaal ten opzichte van elkaar verhielden. Maar ik geloof niet dat wij nu mentaler veel verder afstaan van mensen die hier komen, ook omdat we geglobaliseerd zijn, dan mensen vroeger. Dus ik vind, laat ik optimistisch zijn en zeggen, uiteindelijk is de opdracht minder groot dan jij misschien in je boek laat voorstellen. Hou mij vast, ik kom zo bij jou, Kiza. Lotfi? Nou ja, ik denk wel dat het grotendeels organisch groeit. In een stad als Rotterdam, ook Amsterdam natuurlijk, zijn heel veel migrantengroepen aanwezig. Nou is Amsterdam volgens mij iets gesegregeerd dan Rotterdam bijvoorbeeld. Maar ik ben dus opgegroeid in een wijk waar niet alleen Marokkanen en Turken woonden, maar ook Cape Verdianen, Surinamers, Antillianen, Pakistanen. En dat was voor mij vanzelfsprekend. Dus voor mijn ouders was dat niet zo. Maar voor mij wel. Ik zat op een zwarte school. Ik kreeg les van Surinaamse docenten. Ja. Wat ik dus helemaal niet raar vond. Dus de cultuurshock kwam pas later op de middelbare school. Maar het heeft uiteindelijk gewoon gewerkt, weet je wel. Er is geen burgeroorlog of zo ontstaan. Het is ook niet zo dat er een wereld van verschil was. Dus inderdaad, het kan ook minder cynisch en wat meer vertrouwen eigenlijk ook in de mensen die hier wonen. Want uiteindelijk, hoe je het ook went of keert, ik ben ook begrensd. Hè? Ik bedoel, het Nederlands is ook gewoon mijn eerste taal. Ik kan niet opeens naar Berlijn of naar Parijs verhuizen, weet je wel. In dat opzicht. Mm-hmm. Nou ja. Ja. Toch wel voor dat Nederlanderschap. Ja, toch wel, uiteindelijk. Ja.